één keer je koffer uitpakken en... Ja, je hebt eigenlijk een stad, je kan alles doen. Het gaat de wereld voor je open. Ja, de luxe, lekker eten, na het eten theater. Maar... Die vaardagen op zee, die ongelofelijke rust die je over je krijgt. Cruisen wordt ook in Nederland steeds populairder. En van de oude vooroordelen, zoals een cruise is saai, het kost veel geld, of er zijn oude mensen, ja, dat wordt allemaal een beetje achterhaald. En het leuke is, van de mensen die voor de eerste keer gaan cruisen, gaat 80% binnen 2 jaar weer op cruise. Dat is dus een hoge repeaters rate. De repeaters rate is het percentage passagiers dat jaarlijks terugkeert bij dezelfde rederij. Ook in Nederland stijgen die aantallen jaarlijks. Het wordt dus ook hier steeds populairder. Desondanks krijgt Cruise Travel nog regelmatig de vraag van nieuwkomers. Wat precies is cruisen? Vandaag nemen we u mee aan boord van een prachtig Costa-schip. En laten we mensen aan het woord die al eens een cruise hebben gemaakt. Laat u verrassen, laat u meenemen en boek daarna zelf een cruise. Veel plezier. De allereerste voor de hand liggende vraag aan onze cruiseambassadeurs. Hoeveel cruises heb je al gemaakt? Ron, jij bent een fervent cruiser. Hoe vaak ben je al op pad geweest met een cruiseschip? Ik heb 4 keer gecruised totaal, ja. Ik heb er 3 gemaakt, tot nu toe. Ik heb 2 cruises gemaakt. We hebben nu inmiddels een 2e cruise geboekt. En 45 staat gepland in augustus. 5 inmiddels, maar 6 en 7 komen eraan. Ik heb er 2 heb ik, van 14 dagen heb ik gecruised. We gaan aan de 10e beginnen. 69 en ik hoop... Met augustus de 70ste. Het mooie is dat alles in één zit. Dus je kan zwemmen, je kan fitnessen, je kan naar een voorstelling. Elke dag ergens anders. Je restaurant vaart mee, je hotel vaart mee. Je kan zonnen, je kan wat lekkers eten. Dus alles is er voor iedereen. Omdat het zo ontspannen is aan boord. Alles kan, niks hoeft. Je hoeft nergens aan te denken. Alle mensen zijn lief voor je. Het meest indrukwekkend was de eerste keer. Dat was van Amsterdam naar New York. Het was 14 dagen voor de kerst. Nou, dat was een jongensdroom die uitkwam. Ja? Dat was echt geweldig, werkelijk. Het was aankomen in New York met die Queen Elizabeth. Nou, dat krijg je nu nog steeds kippenvel van. Dat is een van de mooiste momenten van het cruise, ja. Toch? Het binnenlopen van een haven. Ja. Het binnenlopen en zeg maar uitlopen van havens, elke dag een andere horizon. Wakker worden met een ander gezicht, met een ander panorama voor je, dat is geweldig. Het spannendste van cruisen vind ik dat je elke dag bijna ergens anders bent, zonder dat je daar veel voor hoeft te reizen. Het is zo spannend om elke morgen ergens aan te komen. Het is gewoon verrassing, elke dag weer van waar zijn we vandaag, wat gaan we doen. En je komt 's avonds eigenlijk weer in je huis terecht. Cruisen, dat is comfortabel reizen naar de mooiste bestemmingen en plekjes in de wereld. En daar zit nogal wat variatie in. Je kunt naar de natuur, naar die prachtige fjorden in Noorwegen of naar Alaska. Of een stedencruise in de Middellandse Zee. Of wil je gewoon een lekkere zonvakantie in combinatie met een cruise, dan kan dat ook. En het mooiste is 1 keer je koffer in- en uitpakken en that's it. Je komt met je bagage aan boord. Je hebt een prachtig verblijf waar je verblijft, uiteraard. Een prachtige hut. Je stalt je spullen uit, je zet alles in en je gaat... Je vaart s'nachts en je gaat overdag van de ene cultuur van de hele stad naar de andere stad toe. Dat is, als je dat op een andere manier gaat doen, is dat veel, veel moeizamer, veel ontslachtiger. Pak een cruiseschip en je gaat van de ene stad naar de andere stad. Geweldig aan de stukken van de wereld zien. Ja, 1 keer je koffer uitpakken en... Afhankelijk van wat voor reis je maakt, zit je iedere dag in een ander land. En wat je eigenlijk moet zeggen, het is gewoon een heel groot luxe hotel en het drijft en elke ochtend word je ergens anders wakker. En dat maakt het zo mooi. Inderdaad, iedere dag ergens anders wakker worden. Hoe mooi kan het zijn? U reist terwijl u dineert, van een show geniet of terwijl u slaapt. Tijdens uw vakantie bezoekt u vaak meerdere landen en diverse prachtige bestemmingen. Daarbij is er uitgebreid de gelegenheid om op eigen houtje of via de rederij-excursies de mooiste plekjes van de wereld te verkennen. Ik heb 3 mooie bestemmingen. Dichtbij is voor mij de Noorse kust. Verre weg is Alaska. Ja. En nog verder weg is Antarctica. Als u op bestemming bent, maakt u dan excursies van de rederij? Ja. Ja.
Niet altijd. We kijken heel goed uit wat te doen is zelf. Want we vinden het erg leuk om zelf een stad te verkennen. En om te kijken, van dan kom je ook op de leukste plekken. En niet altijd op de geëikte plekken, die je natuurlijk wel moet zien. Maar er zijn bijvoorbeeld steden zoals wat we hebben gedaan, Cairo, op de Middellandse Zeecruise. En nu Sint-Petersburg. Ja, dat is niet zelf te doen. Dus die hebben we wel geboekt. Maar bijvoorbeeld Tallinn is heel makkelijk. Er zijn echter ook passagiers die speciaal genieten van de dagen op zee. Het gevoel, de rust op zee. Ik zelf persoonlijk wil de oceaan over. Dat vind ik geweldig. Die vaardagen op zee, die ongelofelijke rust die je over je krijgt. Echt helemaal geen kade, geen boten, helemaal niets. En je ziet af en toe zie je vogels en je ziet dolfijnen. En, ja, gewoon geweldig. Genieten van de natuur dus? Helemaal genieten, ja. Dus het zijn echte dagen op zee. U gaat ook echt voor het schip dus? Ja, de hele techniek aan boord en alles wat daar te doen is. En de onvoorstelbare luxe die je aan boord hebt. En de mogelijkheden. Theater, bioscoop, muziek aan boord. Heerlijk eten natuurlijk. Ja, gewoon geweldig. Het is een heel compacte en heel complete vakantie. Ja, helemaal, ja. Een cruiseschip is uiteraard een bestemming op zich. Er is zoveel aan boord. Diverse faciliteiten overdag, zoals de zwembaden, de jacuzzis, de sportvelden, klimwanden. Je kunt het zo gek niet bedenken of het is er. En dan s'avonds natuurlijk is er voor ieder wat wils. Je kunt naar het casino, je kunt naar de showlounges en het theater. Er zijn bioscopen aan boord. Te gek om op te noemen. Dus het is een wereld die doordraait 24 uur per dag. En de keuze is aan jou om te beslissen van wat ga ik nu met mijn tijd doen. Mijn man die gaat dan heerlijk internetten. Dan zeg ik dag. En dan ga ik zwemmen of ik ga een wandeling maken. Of, er is altijd wel iets aan boord. En op het schip zelf, nou, er is zoveel te doen. Het is gewoon tijd tekort eigenlijk. Ja, ze hebben onder andere op de nieuwere schepen van Royal Caribbean een ijsbaan, klimwanden, sportveld. Heb je dat wel eens gedaan op zo'n klimwand of op een ijsbaan? Nee, niet meer op mijn leeftijd. Maar de ijsbaan, wel de ijsshows gezien op de Royal Caribbean. Hè? Geweldig hoor. Alles kan, niks hoeft. En de ontspanning die je daardoor krijgt. Groot schip. Ja. Heb je veel meer ontspanning. Een groot schip kun je rustig 4 dagen mee, 5 dagen mee op zee varen. Verveel je geen seconde. Aan boord hoef je je inderdaad geen seconde te vervelen. Alleen al op de buitendekken kun je naar hartelust sportief of ontspannen bezig zijn. Niets hoeft, alles kan. Samen met andere passagiers of gewoon heerlijk op jezelf. Ik denk dat het mooie is dat alles in één zit. Dus je kan zwemmen, je kan fitnessen, je kan naar een voorstelling, je kan zonnen, je kan wat lekkers eten. Dus alles is er voor iedereen. Op ieder schip staat het boordprogramma vol activiteiten die door de crewstaf georganiseerd worden. Van ijsbeeldhouwen bij het zwembad tot een shuffleboard onderrondje op het bovendek of een tafeltennistoernooi op het achterdek. En terwijl buiten het vertier doorgaat in de zon, is er benedendeks ook van alles te doen. Van culinaire demonstraties tot lezingen en van een kunstveiling tot wijnproeverij. Dat is ook een beetje misverstand. Ja, dan zit je aan boord, maar je hoeft ook niet alles mee te doen. Je kunt alles, maar je hoeft het niet. Je kunt rustig ergens rustig aan boord gaan zitten. Je kunt met gymnastiek meedoen. Je kunt een leuke, wat ik een keer heb gedaan, wat erg leuk is, wat ik nooit gedacht had. Dat is een workshop. En dan ben je een uurtje 's middags bezig. Dat is ontzettend leuk. Je leert een hele hoop mensen kennen. En als je geen zin hebt, dan doe je het niet. En heb je geen zin om actief bezig te zijn, dan laat je jezelf heerlijk pamperen in de schoonheidssalon. Of doe je bijvoorbeeld een ronde langs de winkelboulevard. Maak je gebruik van de faciliteiten? Alle. Zoals? Alle. Natuurlijk niet de schoonheidssalon, maar... Maar voor de rest, alle restaurants. Hebt u niet nodig, hè? Alle bars maakt u gebruik van. Ja. Alle buffetten, alle maaltijden. Ja. Je restaurant vaart mee. Je hotel vaart mee. En de bar vaart mee. De bar. Heel belangrijk. Ja. Dus ja. Het showtheater vaart mee. Ook dat, ja. Casino? Liever niet. Maar die vaart wel mee, maar daar maakt er geen gebruik van. Nee. En verder natuurlijk het buitengebeuren, hè? Allerlei faciliteiten, zwembaden en jacuzzis. Ja. Maakt u ook gebruik van? Ja. Oké, dus voor u is het de meest ideale vakantie? De meest ideale vakantie. Sinds 23 jaar.
Wanneer de avond valt aan boord, komt het schip pas echt tot leven. Het amusement spreidt zich over alle promenadedekken en u kunt genieten van bars, lounges, showtheaters en nachtclubs. Bovendien is er op ieder schip een casino en organiseert de crewstaf iedere avond gezellige spelshows, quizzes en avondactiviteiten. Ja, je bent eigenlijk iedere avond uit en er is altijd wel wat te doen met theater en optreden. Nou, het allerleukste is het relaxte, ja, de luxe, lekker eten, na het eten theater. Waar vind je iedere avond theater? Meestal op hoog niveau. Ja, een cruiseschip is niet alleen perfect voor volwassenen, maar ook kinderen hebben hier de tijd van hun leven. En er is een mooie entourage voor. Ze worden meestal ingedeeld in 3 leeftijdsgroepen en er is een heel dagprogramma samengesteld. Dus er is werkelijk van alles te doen. En ik kan zeggen, ze hebben de tijd van hun leven. Je bent erg jong om te cruisen. Hoeveel cruises heb je gemaakt? Ik heb 2 cruises gemaakt. En dan zeg ik erg jong, maar tegenwoordig is het heel normaal, ja, hè, kinderen aan boord? Iedereen komt ervoor, van jong tot oud. Ja? Ja, ja. Je ziet iedereen, zie je de kleine kinderen die zijn, die kunnen naar Kids Club. En de ouderen, die zie je lekker op het terrasje zitten. Want ja. Wat is er aan boord nou te doen voor iemand zoals jij? Voor mij, er is een bij ons was het dan 10 Underground heet het, voor tieners van 13 tot 17 jaar. Mm-hmm. Er werden allemaal activiteiten op een dag gedaan. Je kon bijvoorbeeld aan een sporttoernooi meedoen, of er was 's avonds een disco, of er was van alles te doen. Dus daar hebben ze speciale mensen voor aan boord en een speciaal programma? Ja. Voor jonge kinderen, voor teenagers, een beetje verdeeld in leeftijdsgroepen? Ja, je hebt voor kleine kinderen van 3 tot 6 volgens mij, mm-hmm. of van 6 tot 10 weer. En dan van 13 tot 17. Jouw leeftijdsgroep, ja, hè? Ja. En het cliché wat veel mensen denken van oude mensen aan boord en saai, klopt dat? Nee, absoluut niet. Er zijn zoveel activiteiten te doen en er lopen allemaal kleine kinderen rond en iedereen, er is voor iedereen wat. Kun je dit jonge mensen aanraden van jouw leeftijd? Oh, zeker. Ja? Zeker, ja. Wij reizen hoofdzakelijk met een klein kind. De eerste cruise dat ze mee ging was 3 jaar. Oh. Ze is nu 5 jaar, ze is pas terug van de cruise. En de volgende cruise gaat ze maken als ze 7 is. Is dat ideaal, een cruiseschip voor kinderen? Ja, absoluut. Ja? Ja. 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 Absoluut. Dat is ideaal. Het schip waar wij op voeren, dat had 2400 passagiers. En daar zijn 100 kinderen tussen de 13 en de 17 terecht geweest. Ja. En ze hebben zich geweldig vermaakt. Ja, dus... U heeft ze niet meer gezien tijdens de cruise? Nee, ja, af en toe komen ze weer tevoorschijn, maar meestal zijn ze weg. Ja. Maar een van de prettige dingen lijkt me, je kinderen zijn uit de buurt, maar je weet dat ze toch op zijn schip altijd in de buurt zijn. Het is veilig. Ja, het is echt veilig. Ja, het is echt een ontspannen gevoel. Je doet natuurlijk de eerste dag even een rondje met z'n allen om dat schip. Om het een beetje te verkennen en de weg te weten en waar alles zit. En dan kun je ze laten gaan. Het ligt eraan wat voor rederij je natuurlijk hebt. Want je kunt, gewoon, je kunt het net zo kindvriendelijk maken als je wil, volgens mij. Dus er zijn altijd wel weer clubs te vinden. Volgens mij was op carnaval ook in 2006. Kon je gewoon aanmelden bij een club. En dan ging je gewoon met z'n allen gewoon de hele dag leuke dingen doen. Ze doen er ook alles aan in die schepen om het voor de tieneren leuk te hebben, zeg maar. Maak je snel vrienden aan boord? Ja, je maakt heel snel vrienden. Ja, mm-hmm. Want je bent toch aangewezen op elkaar, op dat schip. Je bent 17 jaar. Wat zeg je nou tegen alle jongelui van Nederland? Is dit ook voor jou? Absoluut, absoluut. Ja, geen twijfel. Als je het in één woord samen moet vatten, cruisen is, wat zeg je dan? Te gek. Een cruiseschip is op alle manieren een laai-lekkerland, zeker op het gebied van maaltijden. Bijna de hele dag door kunt u genieten van heerlijke snacks, ontbijt, lunches, diners en middernachtsbuffetten. In meerdere restaurants kunt u kennis maken met culinaire hoogstandjes op zee. En er zijn zelfs specialiteitenrestaurants waar u slechts reserveringskosten betaalt. Pizza, ijs of een chocoladebuffet tussendoor, het wordt u iedere dag weer aangeboden door de uitstekende culinaire staf aan boord. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat eten. 24 uur per dag? 24 uur kun je aan boord non-stop eten. Non-stop. En dat is allemaal inclusief? En dat is inclusief. Je hebt aan boord van een schip een keuken. Nou, die zijn weerga niet kent. Je kan uit gigantische hoeveelheden eten kun je kiezen.
van vis, van vlees, van vegetarisch. Alles is aan boord verkrijgbaar. Je kan dus inderdaad 's avonds kiezen. Dus twee zittingen, normaal gesproken. Je kan vroeg eten, je kan laat eten. Maar je kan ook zeggen, ik wil mij niet helemaal zo netjes... Want normaal in die restaurants moet je er een beetje fatsoenlijk gekleed uitzien. En dan ga je boven, net als hier, ga je in dit buffet, kan je elke avond gewoon normaal eten. Wat ik prettig daaraan vind, je kunt bepaalde tijden eten, 's morgens ook. Het hoeft niet allemaal om 8 uur of zo, als je lekker uit wil slapen. Of je bent een dagje dat je zegt, nou ik heb geen zin om weg te gaan. Dan slaap je gewoon wat langer en dan ga je om 11 uur eten of zo. En dat kan. Eten aan boord is goed. Ja, heel luxe ook. En bijvoorbeeld s'avonds als je in een restaurant zit, dan krijg je een menu voor je. Nou, ik wil dit en dit. En als je dan niet genoeg hebt gehad, dan kun je gewoon van hetzelfde gerecht kun je nog een keer bijbestellen als je het super lekker vindt natuurlijk. En je wordt heel goed bediend, sowieso. Want ze let goed op je en je wordt echt goed geserveerd. In de watten gelegd dus. Ja, precies. En het zijn ook vaak van die Filipijnen of Brazilianen. Die zijn gewoon hartstikke gezellig en leuk. Dat buffet staat al lang op ons te wachten, dus eet smakelijk. Dank je wel. Aan boord van uw schip verblijft u in comfortabele hutten. Alle voorzien van moderne gemakken, zoals televisie, airco, een minibar, een zitje, kastruimte en een eigen badkamer met douche en toilet. De binnenhutten hebben geen raam, terwijl de vele buitenhutten tegen een geringe toeslag ook een eigen balkon kunnen hebben, waar u heerlijk kunt genieten van bijvoorbeeld romantische zonsondergangen op zee. Hoe was uw accommodatie, de hut, op uw eerste schip? Prima. Perfect. Perfect. We waren met de Holland Amerika-lijn op de Zuiderdam. En de hutten? We hadden een buitenhut zonder balkon. En daarom nu hebben we iets geregeld met balkon. Iedere dag wordt je bed opgemaakt. Je komt 's avonds terug en dan is dat kussen heel mooi gevouwen. Meestal in de vorm van een beest. Hartstikke leuk. En een chocolaatje op je hoofd kussen. Pure verwennerij is dat, ja. Cruisen biedt u talloze mogelijkheden, niet alleen op het gebied van vaargebieden, maar ook de schepen en rederijen zelf. Zo heb je van 3 tot 6 sterrenschepen, van de kleine elegante schepen tot de grote moderne resorts. Keuze genoeg dus, een 7 mogelijkheden. Uiteraard willen we van onze cruiseambassadeurs nog graag even horen over hun toekomstige cruiseplannen. Met landvakantie ben ik wel vaak naar Azië geweest, mm-hmm. maar dat was altijd lang zitten in de bus, dus ik wil dat wel eens een keer met een cruiseschip doen. Ik zelf ben een fervent bezoeker van de Middellandse zeehavens. We gaan nu voor het eerst de Zwarte Zee op. Ah, spannend. Wat lijkt jou het mooiste vaargebied? Ik denk de Middellandse Zee lijkt me wel mooi. Ik wil naar Azië die kant op. Daar ben ik nog nooit geweest. Het zuiden van Italië wil ik wel eens zien. Mijn verlanglijstje is nog Alaska. Of met dit schip 1 augustus gaat hij naar Groenland en IJsland. Antarctica. Dan zou ik dan naar de Caribbean. Maar het zal waarschijnlijk wel de Middellandse Zee worden. Ja. Ze wil niet vliegen. Ik zou kiezen voor de Middellandse Zee, de oude wereld zeg maar. Het maakt me niks uit. Nee? Het maakt me serieus echt niks uit. Als je veel cultuur wil zien, doe je de Middellandse Zee. Ik wil een Atlantische oversteek maken. De Caribbean en het Panama-kanaal. De Amalfi-kust, als je daar toch gaat varen, je gaat naar Capri, Corsica, Sardinië. Dat is cultuur. Maar als je zegt, ik wil naar de natuur, pak dan Noorwegen. Ja, okay. Ja, maar ik denk dat alles leuk is. Er is voor alles iets te zeggen. Is het betaalbaar? Het is zeker betaalbaar. En dat is denk ik een misverstand, want ga maar eens na wat je uitgeeft als je 14 dagen met een vliegtuig weggaat en je hebt een hotel. Hier heb je werkelijk een 5-sterren hotel, vind ik altijd, alle luxe van dien. En als je het omrekent, wat je er allemaal bij krijgt, als je dat per dag omrekent. Als je het omrekent, als je ziet wat er voor mensen voor je bezig zijn en wat er geboden wordt, dan vind ik een cruise zeer betaalbaar. Zeg, en gaat dat nou niet diep in de portemonnee zitten? Nee. Ik heb het statistisch uitgerekend. Oh, statistisch, ja? Want dat is mijn beroep. een dag in Nederland naar een pretpark kost per uur evenveel als een uur cruisen. €6,56. Hoe was dat op zo'n schip? Hartstikke mooi. Het was heel leuk. Fantastisch. Heerlijk. Ja, echt leuk. Eerste keer, ja. En je denkt, ik ga een cruise boeken? Ik denk het wel. Denk het wel, ja. Heel interessant. Interessant. En je wil hem zelf varen natuurlijk. Nou, graag. Hartstikke fantastisch. Ja, je ook meneer? Ik vond het super. Zo'n reis, fantastisch. Ik kan er niet meer tegen. Geweldig. Heel mooi. Groots.
Fantastisch. Geweldig. Ja? Ja, u gaat allemaal cruisen binnenkort? Ja. Ja. Prachtig. Ja? Ja, indrukwekkend. U hebt lekker gegeten ook, zie ik. Ook dat, ja. Totally flabbergasted. Oh, we hebben een echte kapitein. Hoe vond u het, meneer? Prima. Weet u dat er 300 mensen achter u staan te wachten? En die zitten de boel op te houden hier. Dan ga ik lekker door. Hey. Dank je wel. Prettige dag, hè? Super. Doei. Fantastisch. Ja, dankjewel. Mooi om te horen. Geweldig. Zeker de moeite waard om een keer te gaan, ja. Hoeveel mensen zitten er op dit schip? Volgens mij lopen ze aan de andere kant in. Tom Cruise gaat op cruise. Ah, kijk. Hé, hey, vrouw. Ja, geweldig. Prachtig. Oh, je hoort er niet bij die mevrouw. U hoort bij die mevrouw. Ja, oh, maar goed ook. Want, mevrouw, u was onder de indruk. Ja, zeker. Ik kan het zien. Maar ik ben al 5 keer bezig cruisen. Ja, dat kan dus ik ook aan u zien. Ja. Jij vond het ook leuk? Ja, fantastisch.